начинаем. Оружие не убивает, бородатые мужчины делают это. Возможно, даже ЧВК «Вагнер», потому что там очень было «Вагнеров» много, и мы собирали и ЧВК «Вагнер», собирали и регулярные части. Oleksiy en zijn groep vrijwilligers zoeken lijken van achtergebleven soldaten in de buurt van het front. Hier op een veiligere locatie worden ze geïnspecteerd. Of het nu Russen zijn of Oekraïners, ze nemen elk lichaam mee. Als het Russische soldaten zijn, kunnen ze de tijden naar de Russische kant brengen. Bijvoorbeeld op de abmenen, we brengen de tijden naar de Russische soldaten, ze brengen terug naar de Oekraïnse военнослужащих. Als het Oekraïnse soldaten zijn, zodat de familieleden hun heroen kunnen begraven. Deze lichamen komen uit de buurt van Bakhmut, waar aan de Russische zijde meer dan 20.000 Wagner-huurlingen zijn gedood. Er zouden ook vele duizenden Oekraïners zijn gesneuveld. Het количество тел превышает даже мысли, которые ты можешь себе представить. Потому что ты понимаешь, что посадка 300 метров, в ней больше 60 тел, на 300 метрах трупов. Поэтому нужно понимать, какой масштаб. Это колоссальный масштаб, колоссальная потеря людей.